Vorig jaar rond oud en nieuw liepen in Nederland ruim 300 mensen oogletsel op door vuurwerk. Ondanks allerlei voorlichtingscampagnes blijft vuurwerk slachtoffers eisen. De oogartsen van het Tilburgse Elisabeth Ziekenhuis hebben dan ook jaar op jaar geen gewone jaarwisseling. Nee, de dagen voor oud en nieuw en natuurlijk met name de jaarwisseling zijn wij heel druk met alle slachtoffers die toch vallen. De trauma's die ieder jaar weer opnieuw, ondanks alle waarschuwingen die we ieder jaar weer doen, toch ieder jaar weer te betreuren zijn. Ja, en daar zijn we heel druk mee. Uitkijken dus bij het afsteken van vuurwerk. De statistieken wijzen uit dat slechts 40% van alle trauma's die te betreuren vallen, zo rond de jaarwisseling, veroorzaakt worden door mensen die zelf het vuurwerk afsteken. En het merendeel zijn dus de trauma's die ontstaan doordat mensen kijken naar vuurwerk en een verkeerd geschoten projectiel in hun gezicht krijgen. De Tilburgse oogartsen proberen jaar in jaar uit de aandacht te vestigen op de gevaren van vuurwerk. Preventie is zo belangrijk, ik kan er niet genoeg op hameren. Zoals eigenlijk in de auto's was vroeger ook raar als je een riem droeg. Hè. Toen ik klein was deden we dat nog niet. En nu willen mijn kinderen niet meer gaan autorijden voordat ze hun riemen om hebben. En zo is het zo belangrijk dat we gewoon als totale samenleving er rekening mee gaan houden dat met oud en nieuw, als je naar buiten gaat, je gewoon een bril opzet. Als je vuurwerk afsteekt, maar ook als je de buren gaat feliciteren of als je met je kindje op de arm gaat kijken naar vuurwerk. Daar moeten we echt van doordrongen raken om een heleboel blinde ogen te voorkomen. En merkt u nou dat dat helpt, zo'n actie met die vuurwerkbrillen? Jazeker, want het is begonnen in Rotterdam. Het Oogziekenhuis Rotterdam is hiermee begonnen. En toen zag je in die regio dat inderdaad het aantal trauma's rond oud en nieuw verminderde. Maar het is een druppel op de gloeiende plaat, omdat de rest van Nederland nog niet meedoet. En wij proberen hier in Brabant ook ons steentje bij te dragen. En ik hoop dat het als een olievlek zich uitbreidt en dat iedereen ervan de drongen draagt dat je raakt dat je inderdaad een bril moet dragen rondom oud en nieuw. Zekerheid voor alles. Zekerheid voor alles, want het is zo belangrijk, je ogen. Ook de vuurwerkverkopers kennen het gevaar van hun producten. Ja, wij willen ook graag dat het veilig gebeurt en goed gebeurt. We hebben daar een aantal hulpmiddelen voor. We hebben aansteeklont, we hebben bijvoorbeeld een vuurpijlenstandaard en we hebben nog vuurwerkbrillen. Of mocht er iets om je ogen te beschermen. Daarnaast geven wij tips van ga er niet mee experimenteren. En laat het recht staan, vuurpijlen in een fles of verzwaarde fles. En wij proberen erop te wijzen om mensen het goed af te laten steken. Dat we volgend jaar weer als een nette verkoper bekend staan. Ja, want het blijft gevaarlijk goed, hè? Ja, het is natuurlijk altijd gevaarlijk, maar je moet er gewoon netjes mee omgaan en gebruik je de hulpmiddelen en steek je het af en hou je niet tot laatste vast, maar gooi je het op tijd weg. En je volgt de regels zoals het ook op de gebruiksaanwijzing staan, dan kan er verder niks gebeuren. De vuurwerkbrillen zijn voor een paar euro te koop bij de reguliere handel en bij de polykliniek oogheelkunde van het Elisabeth Ziekenhuis.